Hallo geliefden, welkom bij deze video, welke de laatste is uit deze miniserie en welke ook de mijns inziens indrukwekkende ontknoping bevat van deze studie. We gaan meteen overschakelen naar de slide en we hebben het dus over Lazarus en de rijke man. Hè? Daar gaat het over. En we weten inmiddels al lang, als het goed is, dat dit een parabel is, een gelijkenis. En met hele diepe betekenis erachter. Het was vooral gericht aan de fariseeën en schriftgeleerden. En zo is het drommels goed dat het aan hen gericht was. Dit was de slide die we al hadden behandeld. En we hebben al vastgesteld de vorige keer dat het sterven van Lazarus... In feite, uh, um, uh, of Lazarus zelf, represente, representeert degene die de heidenen zijn, aan wie de Joden hardnekkig voorbij gingen. En vooral hun leiders natuurlijk. En dat Jezus' dood een hele belangrijke verandering voor de heidenen markeerde. Dat ze op de hoogte werden gebracht van de beloofde zegen van Abraham. Leven uit de dood. We kunnen de teksten hieronder uiteraard ook die na, hierop naslaan. Laten we kijken naar het sterven van de rijke man. Dat verwijst naar het einde van de Joodse natie. Wanneer was dat? 70 AD. 70 na Christus toen Jeruzalem werd verwoest. De tempel werd verwoest waarbij er geen enkel steen op de ander bleef, zoals Jezus had geprofeteerd reeds. Uh, en ze werden verspreid. Uh, en later, jaren later, toen ze wel een poging ondernamen, die werd keihard en bloedig neergeslagen, werd de naam van Israël veranderd in Palestina. Interessant. Anyway, in de bijbelse beeldspraak gesproken, kwam Israël dus terecht in het graf van de volken, van de naties. Dit, dit verhaal bevat dus ook profetieën. Hè? En ook in de vlammen van wat? Het antisemitisme. Jawel. Met andere woorden, dit alles zit verwerkt in dit verhaal. Ezekiel 37, vers 12, want het is niet voor altijd. Deze situatie van Israël is niet voor altijd. Het is tijdelijk. Ongeveer 2000 jaar. En uh, daarna gaan ze uit de dood opstaan, zal ik maar zeggen, levend worden. Ezekiel 37, vers 12, daar staat dat Israël uit de graven gebracht zal worden. En de bekende passage in Hosea 6, vers 1 tot en met 3, waarbij Yahweh Israël na twee dagen weer levend zal maken. Twee dagen is natuurlijk een hele bekende typologie in de schrift, die staat voor 2000 jaar. En die vergelijking, die ratio, vind je in 2 Petrus 3 vers 8. Dacht ik. Goed, even kijken. Ja, dat is nog leesbaar. Uh, vuur. Hoe zit het met vuur in het dodenrijk? Het is een, we weten nu dat het een parabel is, maar waarom gebruikt Jezus vuur in het dodenrijk? Nou, het heeft ook te maken met de taalmoed, maar afgezien daarvan, laten we lezen. In Deuteronomium 28, 29 en 32 is er een uitvoerige profetie van Mozes... over het vreselijke lot dat Israël zou treffen in de verstrooiing onder de volkeren. Yahweh zou zijn aangezicht voor hen verbergen. 32, vers 40. En hij zou hen jaloers maken... Op wat geen natie is, in die zin de heidenen, en op een dwaas volk, de heidenen dus, in die zin. Hè. Lees maar in uh, 32 vers 21 en Romeinen 10 vers 19. En in dat verband lezen wij dit in vers 22. Want een vuur is in mij toren ontstoken. Het brandt tot in de diepten van het dodenrijk. Dit is dus voor zeker een treffende gelijkenis met Lucas 16. Het gaat over de lotgevallen van Israël in het graf van de naties. En daar is Israël vandaag de dag nog steeds, hoe raar het ook klinkt en hoe anders het ook lijkt. Vandaag de dag is er wel een land dat Israël heet een deel van dat land van die van die van die van dat lotdeel zal ik maar zeggen wat nu Israël toebehoort zeg maar zal ook in de toekomst Israël toebehoren maar een, een, een gro veel groter deel natuurlijk maar toch zeg ik het volk Israël is nog steeds in het graf van de naties na de wegrukking zal God verder gaan met zijn programma voor Israël. Heel belangrijk. Goed. Hoe zit het dan met de betekenis van de grote kloof? Het lot van Lazarus, welke betekent God is mijn helper en de rijke man, is door mensen onmogelijk te overbruggen. Waarom niet? Omdat het uiteraard God zelf is die ogen opent en harten ook verhardt. Hij, oog, hij opent ogen aan de ene kant en hij verhardt harten aan de andere kant. En beide dienen zijn schitterend doel met de hele schepping uiteindelijk. Goed, de ooit zozeer bevoorrechte leiders. Van het Joodse volk zijn gedurende twee dagen dood. En dat zijn dus twee millennia. Nogmaals, Hosea 6, vers 1 tot en met 3. En oh ja, 2 Petrus 3, vers 8 had ik al genoemd. Terwijl een veracht volk, de heidenen, hè, dat geen natie is, in die tijd de zegen van Abraham ontvangt. En in deze tijd zijn wij nog steeds. We zijn nog steeds ingeënt aan de olijfboom, uh, aan de natuurlijke olijfboom als wilde tak. Nog steeds. En het zal uh, zo blijven tot de wegrukking. En de wegrukking is het teken en ook de gebeurtenis die kenmerkt <coughs> dat alle takken die wild waren, meteen eruit zijn. Want geloof is dan weg. Dit huidige geloof, waarin van het evangelie wat nu geldig is, is dan weg van deze aarde. En God gaat dan meteen verder met Israël als zijn volk. Dan gaat, hij, dan gaat Israël weer zijn volk zijn. En dan gaan er ontelbaar veel, geloof, veel mensen in de wereld, tussen de naties, tot geloof komen. En die zullen veelal, niet altijd, maar veelal, blijken tot het volk Israël te behoren. Al weten ze het niet eens meer. Al weten ze het al generaties niet meer. Dan nog zullen zij tot geloof komen. En zal blijken dat zij ook tot de twaalf stammen van het volk Israël behoorden. En dan wil ik het niet hebben over de twee en de tien stammen. Nou, we weten dat de tien stammen al veel eerder geassimileerd waren. In de natieën. Tussen de natieën. Dat weten we al. De twee stammen inmiddels ook. Al een tijdje. Dus het komt er eigenlijk op neer dat aan beide. Groepen, dus alle twaalf stammen. eigenlijk nog steeds liggen in het graf van de nazi's. Goed. Uh, ja. Hoe zit het met die, die vijf broers? Die hebben ook betekenis. De rijke man zegt: Ik heb vijf broers. Dat is een zeer opmerkelijk detail. Want het bevestigt dat de rijke man wel degelijk een uitbeelding is van de leiders van het joodse volk en die, die, die rijke man krijgt daarmee ook nog een naam want hij is juda juda het woord jood is namelijk afgeleid van de naam juda en van juda lezen wij dat hij vijf broers had genesis 35 vers 23 lea had zes zonen inclusief juda Judah had dus vijf broers. De rijke man zegt: Ik heb vijf broers. Fantastisch hoe Jezus dit heeft gedaan. Volheid van geest. Dat is het enige wat ik kan bedenken. Volheid van geest. Anyway, uh, dus in feite heeft hij de naam Judah. Dan weten we over wie we het hebben. En Jezus is trouwens ook van de stam van Judah, hè, dat je het weet. Maar goed, anyway, dit is dus een fariseeëse vertelling uit de Talmud, met mooie mythes daartussen. Meteen de climax en de clue, wat wordt daarmee bedoeld? Het verzoek van de rijke man om diens familie, namelijk het huis van Jacob, te waarschuwen, middels iemand die uit de doden opstaat, want dat was het verzoek toch, in het verhaal? Het wordt door Abraham afgewezen, dat verzoek. En wat is Abraham's argumentatie? Zij hebben Mozes en de profeten. Dat is dus de Hebreeuwse Bijbel, de Tanakh. En daarna zou men luisteren. Zie je hoe mooi die stijlfiguur toelating werkt? Dit is echt schitterend. Want hij gebruikt gewoon hun eigen verhalen tegen hen. Wat een ironie dat Jezus, middels uitgerekend een fariseïsche vertelling, juist de fariseïsche dwalingen aan de kaak stelt. Wie niet luistert naar Mozes en de profeten, is dus op voorhand geblokkeerd om deze gelijkenis te begrijpen. Als je niet luistert naar Mozes en de profeten, ga je denken dat dit geen gelijkenis is, maar een maar een echt gebeurd verwaal, verhaal. Als je Mozes en de profeten kende, had je niet gedacht dat dit werkelijk gebeurd was. Kan niet, onmogelijk. Want het waanidee van overleg en kennis in het Dodenrijk is juist tegenovergesteld aan de waarheid te vinden in de Tenak, in Mozes en de profeten. Ik hoop dat je, dit al, dat je hiervan al goed doordrongen bent. Maar daar komt er nog iets bij en voor mij is dit het meest explosieve van de ontknoping. Dit is zo ongelooflijk. Er stond een andere Lazarus op. Dus wel degelijk stond er een Lazarus op. En dit was werkelijk gebeurd. van de overleden Lazarus uit het Johannes Evangelie namelijk ik denk als het niet een van de dan is het de beste vriend van Jezus was hij was overleden en dat zegt Jezus Lazarus is ingeslapen maar ik ga daarheen om hem uit de slaap te wekken ook hier weer zien we dat de dood wordt vergeleken met de slaap en dat gebeurt op talloze schriftplaatsen dit kun je lezen in Johannes 11 vers 11 slaap is altijd een toestand van niet bewust zijn hoe dieper de slaap hoe minder het bewustzijn zeg maar dood is dus in feite de diepste vorm van slapen vandaar dat slaap de de het beeld is wat de schrift heel vaak gebruikt om dood te beschrijven geen bewustzijn als je diep, als je behoorlijk vermoeid bent, je, je werpt je op het bed en je valt in een diepe slaap en je wordt dan acht uur later word je een beetje dizzy wakker, dan zal het voor jou voelen alsof er misschien maar tien minuten voorbij zijn gegaan. De tijd is gevlogen, want je wist niets toen je sliep. Dus er voelt ook geen, het voel, de, tijd voorbij, de, bij, trij, de tijd voorbij strijken, dat voel je niet. Terwijl het wel voorbij gaat. Maar jij voelt het niet. Als je dood bent. Je weet van niets. Oké. Okay. Dit is heel belangrijk. Dat is een belangrijk principe. Dat heeft te maken met natuurlijk de, de dood en de opstanding van Jezus zelf. Want als jij niet gelooft dat Jezus werkelijk dood was. Gewoon niet bestond. Dan ga jij ook automatisch zijn opwekking als niets betekenend beschouwen, hoewel je iets anders beweert met je mond en je tong. Dan nog steeds, in werkelijkheid in je hart, is zijn opwekking niet belangrijk. Want hij, le hij leefde toch al op een andere manier toen hij dood was. Hij leefde toch, dus hoeveel waarde heeft zijn opwekking nou? Dat is de consequentie van verkeerd over dood geloven. En alle christenen, sterker nog alle mensen, ook buiten het christendom, in religieën, buiten religieën geloven dit. Dit is wijdverspreid. Een valse doctrine over de onsterfelijkheid van de ziel. Terwijl de ziel sterft. Wij zijn zielen en we sterven. We zijn sterfelijk. We maken het. We gaan het afmaken nu. Goed. Deze Lazarus. De beste vriend van Jezus. Of een van de beste vrienden. Hij werd door Jezus daadwerkelijk uit de doden opgewekt. En nu moet je kijken. <laughs> wat er gebeurt. Nu moet je kijken wat er gebeurt. Wat blijkt er? We lezen vervolgens. dat Israëls religieuze leiders. hebben overwogen. om de opgestaande Lazarus. te doden. Lees het maar in Johannes 12, vers 9 tot en met 11. Zij hebben overwogen om hem te doden. Kun jij je dit voorstellen? Dit, wat werkelijk is gebeurd, illustreert meesterlijk in feite ook een zeer bedekte profetie van Jezus in het verhaal van de rijke man in Lazarus. Namelijk in dat verhaal waarbij Abraham zegt: Nee, Mozes en de profeten zouden ze geloven. Ze gaan toch niet luisteren naar iemand die uit de doden is opgewekt. En wat blijkt? In werkelijkheid. Ze hebben niet alleen niet geluisterd naar Lazarus die uit de doden werd opgewekt. Ze hebben zelfs overwogen hem te vermoorden. Wauw. Hiermee is dus absoluut bewezen dat. Zij dus echt die, Zij die leiders Echt niet luisterden naar iemand Die daadwerkelijk uit de doden Opstond Notabene met de naam Lazarus <laughs> Dit is ongekend gewoon Ongekend Wat een ontknoping Integendeel ze probeerden Lazarus het zwijgen op te leggen Ze probeerden hem gewoon uit de weg te ruimen Wauw Goed, dit was in feite de ontknoping, en dan gaan we dus nu naar het einde, de laatste slide. Tot slot, voor mij persoonlijk toont dit verhaal weer die ongelooflijke wijsheid die Jezus heeft ontvangen van zijn Vader door Heilige Geest. Jezus speelde het klaar om de Farizeeën en schriftgeleerden alweer een stevige mokerslag. Toe te brengen met hun eigen wapens. <laughs> Hopelijk heeft deze studie jou geholpen om een ander puzzelstukje van het grote plaatje in Gods volmaakte plan te leggen en daarmee dus het plaatje wat je al had te verbeteren. Dat is mijn gebed voor jou. Ik hoop dat je van deze studie hebt genoten en ik zie je een volgende keer. Is het niet hier op aarde, dan is het daar in de lucht. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Bye-bye.